Vertragingen en annuleringen bij Transavia. Voor het eerst in het 53-jarige bestaan van Transavia staken de piloten. Omdat ze meer loon en betere roosters willen. De reizigers zijn de dupe. Hebben die reizigers nou recht op compensatie? En wat gaat dat Transavia dan kosten? Vragen wij onszelf bij RTL Z. Het antwoord, ja. Reizigers hebben in principe altijd recht op compensatie als een vlucht ernstig vertraagd is. Er zit een kleine tenzij bij. Alleen als er sprake is van overmacht, hoeft de luchtvaartmaatschappij niet te betalen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een onaangekondigde staking. Deze was aangekondigd. Een sneeuwstorm, een aswolk of terroristische dreiging. In alle andere gevallen moet er gewoon betaald worden. Wordt je vlucht geannuleerd, dan kun je ervoor kiezen om je aankoopbedrag terug te krijgen. Dan krijg je geen extra vergoeding. Je kunt ook zeggen tegen Transavia, nou boek mij maar op een latere vlucht. Dan kom je dus later dan gepland aan op je bestemming. En dan heb je wel recht op een vergoeding. Hoeveel die compensatie voor vertraging is, is weer afhankelijk van een aantal factoren. Het zijn er drie. De eerste, hoe lang is je vertraging in uren gemeten? De tweede, hoe ver is je vlucht in kilometers? En de derde, is je vlucht binnen of buiten de Europese Unie? Op onze site staat het helemaal precies uitgelegd. Grofweg komt het hierop neer. Je moet sowieso meer dan 3 uur vertraging hebben om überhaupt een vergoeding te krijgen. En is de afstand minder dan 1500 kilometer vanaf je vertrekpunt, denk bijvoorbeeld aan Frankrijk, dan is die vergoeding 250 euro. Is die verder dan 1500 kilometer, dan zit je bijvoorbeeld in Zuid-Spanje of de Canarische eilanden, dan is de vergoeding 400 euro. Daar moet je dan wel zelf om vragen. Niet zo heel ingewikkeld hoor. Je stuurt gewoon een briefje naar de luchtvaartmaatschappij waarin je uitlegt waarom je die vergoeding wil en hoeveel je wilt. Hou er dan wel rekening mee dat die luchtvaartmaatschappij vaak niet direct uitbetaalt. Kans is vrij groot dat je een nogal ingewikkelde juridische brief terugkrijgt waarin de maatschappij uitlegt waarom zij in hun ogen toch niet hoeven te betalen. Dat is een beetje een vertragingstactiek. En daar moet je dan dus wel weer tegenin gaan. Transavia heeft gezegd dat ze claims nu zullen honoreren. En veel mensen kiezen er desondanks toch voor om die claim te laten afhandelen door een extern bureau. Daar heb je er een paar van, bijvoorbeeld EU-claim of vluchtvertraagd.nl. Dat zijn de bekendste. Die nemen dan wel zo'n 25% van de opbrengst. Een andere optie is je eigen rechtsbijstandverzekering inschakelen. Grote vraag, ja, wat gaat dit Transavia nou kosten? Nou, we hebben op de achterkant van een hele grote sigarendoos een rekensom gemaakt. 88 Transavia-vluchten zijn geannuleerd of zoveel vertraagd dat passagiers recht hebben op compensatie. Gemiddeld zitten er op een Transavia-vlucht 171 passagiers. Dat zijn dan 15.048 passagiers die vergoeding kunnen krijgen. Gemiddeld, dus als je rekening houdt met die factoren waar ik het net over had, afstand, vertragingsduur en binnen of buiten de Europese Unie, gemiddeld is die vergoeding 340 euro per passagier. Brengt de totale rekening voor Transavia op ruim 5,1 miljoen euro als alle passagiers compensatie vragen. 5,1 miljoen. Is dat veel? Maar best wel. Vorig jaar boekte Transavia over een heel jaar 81 miljoen euro winst. Deze staking van één dag kost dus ruim 6% van de jaarwinst. Transavia heeft zo'n 500 piloten in dienst. Dat betekent dat de staking 10.000 euro per piloot kost. Dat is een hoop geld. Maar ja, daar is het de piloten natuurlijk precies op te doen.